En dit nummer heet Terug naar Toen. En samen met de rest zoals Susie B en DJ Cash. Kinderen voor kinderen, gooi je handen in de lucht. No, 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 no. Een lekker rustig nummer. Yeah, yeah. Check. Ik wou dat ik nog steeds een kind kon zijn. Wat was dat een mooie tijd. Kon ik maar weer alles overdoen. Wie neemt mij weer even terug naar toen. Soms wou ik echt dat ik beter plan was. Want het leven van een kind is altijd toch wat anders. Maar nee, nee, dat gaat niet. Je ontdekt de wereld echt, dus iets zoveel frustratie. Een kind heeft het relaxed, ontspannen kent geen stress. Tot zijn wereld wordt vervangen door een ellendig gevecht. Het is vechten voor respect, terwijl een kind niet boeit wat een ander van een band. Zie de kinderen bij elkaar, zo prachtig bij elkaar. Nou dit is voor de kids en ik spit hem maar zijn lijpen. Jesser en zijn neven, ik heb artificials bij me. Het leven van een kind gaat er beter aan toe. Dus echt als ik kon kiezen, dan ging ik terug naar toen. Ik wou dat iedereen weet, nog steeds een kind kon zijn. Wat was dat een mooie tijd. Kon ik maar weer alles overdoen. Wie neemt mij weer even terug naar toe. Zeg oh, oh. Yes R. Kinderen voor kinderen. Yes R. En zijn mannen. Dankjewel, te gek, laat je horen voor Yes R. Welkom bij Kinderen voor Kinderen 2005. En Kinderen voor Kinderen 2005 is niet zomaar een Kinderen voor Kinderen editie. Het is een popconcert. Zijn jullie cool genoeg voor een popconcert? Ja. Echt? Oké, okay, ik ben een ster. Oké, wat doen jullie dan? Oké, ja, dit is cool, dit is cool. En stel je denkt, ik wil een liedje. Ik wil het eerste liedje. Ik zit thuis, ik wil het eerste liedje. Dan ga je, wat ga je dan doen? 2, zijn we klaar voor het eerste liedje? Zijn jullie thuis klaar voor het eerste liedje? Oké, allemaal, dit is te laat!
En moeders. Wie heeft er een leuke ouders bij zich? Ah. En de rest dus allemaal niet. Maar mogen jullie bijvoorbeeld van je ouders zelf kiezen hoeveel snoep je eet? Nee. En mag je van je ouders kiezen waar je naartoe gaat op vakantie? Ja, sommigen wel. Nou, heel veel kinderen niet. En Harry Jekkers was vroeger zo'n kind en daar heeft hij een liedje over geschreven. En dat heet Lekker op vakantie. Dan wil ik weer naar Frankrijk, maar dat mag ik niet alleen. Ik heb geen zin om
weer Milo. Ik hoop dat ik haar nog eens zie, Milo. Hebben jullie een beetje gedanst, jongens? Een beetje gesprongen? En hebben de vaders en moeders een beetje gesprongen? Nee, hè? Ik heb ze niet gezien. Ik heb ze daar in die vakken heb ik ze niet gezien. Maar ik denk dat jullie nu wel in actie gaan komen. Ook de vaders en moeders thuis op de bank. Dit is jullie moment, het Kinderen voor Kinderen repertoire waar je mee bent opgegroeid. Wie kent Op een onbewoond eiland? Kijk, en wie kent Waar waanzinnig gedroomd? En wie kan dat heel erg hard meezingen? Ah? Ik zie nog te weinig vaders en moeders die durven. Ik wil even alle vaders horen. Hey! Hey! En alle moeders. Ho! Ho! Hey! Hey! Ho! Hey! Oké. Ga maar even staan. Kijk. Iedereen klaar? Iedereen klaar? Iedereen klaar om te springen? Zijn jullie klaar voor de Kinderen voor Kinderen medley? Hier is ie! Oh,
als je een broertje krijgt, of een zusje, dan wordt je moeder eigenlijk steeds dikker en steeds ietsje chagrijniger. Zo gaat dat als je een broertje of een zusje krijgt. Maar het kan ook heel anders. En daarover gaat het liedje dat Mickey zingt, dat heet Vandaag gaan we je halen. Vandaag gaan we je halen, dat is een gek idee. Mijn mama loopt te stralen en steeds naar de wc. Ze noemen je een wonder en iedereen is blij. Het is ook heel bijzonder, maar ik wil weten, lijk je ook op mij? Wat ik het liefst weten wil. Misschien vind je het raar. Heb je dezelfde ogen? Heb je ook hetzelfde haar? Mijn vader loopt te zingen, 10 koffers volgepakt. Met allerlei babydingen, de papieren in zijn zak. We landen in een ver land, ik zie kinderen die lijken op mij. En ineens wil ik gaan rennen, want ik wil naar jou, dat zusje van mij. Wat ik het liefst weten wil, misschien vind je het raar. Heb je dezelfde ogen, heb je ook hetzelfde haar? Wat ik het liefst weten wil, misschien vind je het raar. Ik pak mijn mama bij de hand, ze kijkt me lachend aan. Ze zegt dat ze veel van me houdt, maar toch zie ik een traan. En dan zie ik opeens jouw koppie, je bent echt heel erg klein. En ineens wil ik je zeggen, dat ik jouw zusje, je grote zus wil zijn. Wat ik echt geweldig vind. Misschien vind je het raar. We hebben dezelfde ogen en hetzelfde haar. Wat ik echt geweldig vind, misschien vind je het raar. We hebben dezelfde ogen en hetzelfde haar. Vandaag gaan we je halen, dat is een gek gelijk naar de ander. Dan heb je bijvoorbeeld 2 camera's mee. En het wordt ook allemaal aan elkaar geplakt. Ik hoor van nou, dit shot hebben we gehad. En dan ga ik naar een volgend plaatje wat ik mooi uit vind zien. En dan maak ik een leuk bewegingje. Okay, moet je dat dan ook allemaal opplakken en zo? Dat doet de regisseur en de schakeltechnicus. Die zitten daar in de regie en die kiezen de plaatjes uit. Ik pak jongens, attentie 8. 8. Je ziet al die monitoren, al die televisies. Ja? We hebben er nu 8 aan staan. Eigenlijk iets meer, maar dat vergeten we even. Achter elke televisie zit eigenlijk een cameraman. Dus die kunnen we zeggen wat ze moeten doen. Jacob, ik wil een totaal. Die zo helemaal uitschuift, dat is wel bijzonder. Ja. Nou, cool. Het lange ding die kwam ook heel vlak langs. Ja, ja, en dan ja één iemand die drukt op een knopje of zo, dan gaat hij omhoog schuiven of zo.
Hoi. We gaan beginnen. Attentie, hoog. Oké. Okay. Iedereen er klaar voor, alsjeblieft. Over kinderen die soms niet eens een huis hebben. Dat komt gelukkig in Nederland niet zo heel vaak voor. Maar wat wel kan is dat je een huis hebt waar je het zelf helemaal te gek vindt. Maar waarvan je ouders zeggen, nee, we gaan toch verhuizen. Daarover gaat het liedje Sleutels. Naar een andere school. Komt door mijn vader, hij verandert.
zal hem niet veel meer zien. Want we gaan verhuizen naar een plek waar ik echt niemand ken. Maar ik wil hier blijven, waar ik mijn hele leven al ben. Sleutels vast, straks niet meer. Al deuren die voor mij altijd open gaan. Bij mijn vrienden en buren. Wanneer zie ik hem dan weer? Vind het echt helemaal nergens meer staan. Moeten we kaartjes gaan sturen naar elkaar? Zingen, maar wat kunnen ze ook te gek dansen? Het lijkt mij wel lekker om even een keer één liedje te hebben bij Kinderen voor Kinderen waar je alleen maar op de dansjes mag letten. Even geen teksten tussendoor, even geen gezang. Gaan we met z'n allen enorm dansen en ik wil jullie zien bewegen. Hier in Holland hoort ze thuis. En als het haar te veel wordt, haalt ze uit.
vaart. In minder dan een uurtje Afrikaanse heimweetaart. Zelf niet waarom, dan denk ik het is heimwee net als mama naar de zon. Naar een zomer in het zuiden, naar mijn moeders Afrika. Als ik nu toch eens kon vliegen, dan vloog ik de vogels na. Mama ziet dat ik verdwaald ben en volkomen van de kaart. Kom me bakken, zegt ze, Afrikaanse heimwee. Alles wat je had ben je verloren.
benieuwd. Prachtig liedje geschreven door Maarten van Roosendaal. Ik moet er altijd een klein beetje van huilen. Maar je kan ook over serieuze onderwerpen hele vrolijke liedjes schrijven. Wie is hier vandaag met zijn moeder? Er zijn heel veel. Wie is er met zijn vader? Er zijn er niet zoveel. En wie heeft er twee vaders? Ja, er zijn er een paar die dat hebben. Nou, Terrence heeft dat en die zingt er een te gek liedje over. Twee vaders. We wonen in een rijtjeshuis, we hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van een jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die twee. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Soms doen we nog wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, kijk Diederik mijn huiswerk na. En Bas die doet de vacht. Schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken, die zo lief voor mij zal zijn als Diederik of Bas. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon. Meestal zie je het wel op tv dat het zo gebeurt. Zo en dan doe je dat, dan gebeurt het met jezelf en zo. Het is wel heel erg leuk. Deze kleren vind ik zelf op zich heel leuk. En alleen, het is wel een beetje warm. Want je hebt eerst een hemdje en daarna daarover een t-shirt en daarover nog een vest. Ga er lekker in bewegen? Ja hoor. Kijk je trui verkeerd om aan. Dansen ging wel heel goed en het was wel even anders. Normaal hebben we altijd onze danskleren aan, maar het ging wel heel goed. Dit is beter, hè? Die had je nog niet gezien natuurlijk, Dave. Mooi. Ja, toch. Er wordt de laatste tijd veel geklaagd over dat kinderen te dik worden en dat kinderen veel te veel snoepen. Is dat zo? Ja! Nee, hè? En er wordt ook gezegd dat kinderen veel te weinig bewegen. Is dat zo? Nee! Nou, dan wil ik jullie wel zien bewegen op dit liedje van Xander de Buissonnier. Bewegen!
Bram en Sam. Woehoe. In het Alles Beter Weten lied. Hoe goed waren ze? Waren te gek. Maar ze waren allemaal zo te gek. En jullie waren ook zo te gek. Het zit erop, jongens. Heel erg bedankt. Dit was Kinderen voor Kinderen 2005. En zullen we nog één keer met z'n allen doen? Zullen we nog één keer met z'n allen? Pass, 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 pass